Pereiro. En daar is bijna het eerste doelpunt van de wedstrijd. Kortsmit met de reactie. Bergwijn. Gaat die bal wel binnenhouden, want daar is hij snel genoeg voor, Bergwijn. Beweging bij Lozano. Lozano met het schouderduwtje. Bal blijft binnen, niet gefloten. Dat is opmerkelijk. En dus was daar bijna de openingstreffer van Hendricks. Dan kan het alsnog. Maar nu ruimt Sparta op. Duarte. Bal kwijt. Arias, Lozano, Locadia maakt ruimte. Lozano. Pereiro meldt zich ook. Lozano heeft geen hulp nodig, maar schiet hem wel voorlangs. Sparta heeft het direct al lastig in de eerste 10 minuten in Eindhoven. Lozano frommelt de bal voor de voeten van Pereiro. Ligt ruimte achter de verdediging van Sparta. Locadia duikt daarin. Locadia met Breuer. Locadia geplaatste bal en weer een reactie van Kortsmit. Die sterk staat te keeper in het eerste kwartier. Er zijn toch al 3-4 momenten geweest dat PSV zomaar op voorsprong had kunnen komen. Brenet. Dougal pikt op. Duarte. Duarte met de eerste doelpoging. De eerste serieuze doelpoging van Sparta. Sparta komt er wel uit als de mogelijkheid zich aandient. Met een man of 4 zelfs in het 16 meter gebied. De voorzet van Muren is lang onderweg. En Arias die kan geen risico nemen met Goodwin nog in de buurt. Goodwin. Geen slechte bal. Corner Sparta. Sanusi. Floranus. Het is 30 meter. Maar waarom niet? Zal hij gedacht hebben. De late reactie van Zoet, omdat hij die bal ook laat ziet aankomen. Saai is het niet, de eerste 20 minuten. Sparta's opschieten, ontstaat er een 4-4 situatie. Dvořák probeert dat wel te doen, maar die heeft helemaal niet gekeken. Arias doet dat wel en dan weer de andere kant op met PSV. Locadia, goede bal zegt van Pereiro. Locadia heeft veel tijd nodig. Locadia en weer Kortsmit. Muren. Lozano smijt zijn lichaam erin. Wint het duel om die reden van Floranus. Pereiro. Terug naar Lozano. Lozano, scherpe voorzet. Daar komt de goal niet van PSV. Half uur onderweg. PSV heeft er wel alles aan gedaan. Die snelle goal te creëren in het eigen stadion. Ook de mogelijkheden wel gehad. Maar Sparta weet het, mede dankzij de goede doelman vandaag, nog altijd op 0-0 te houden. Goodwin. Voorzet van Goodwin. Prošević, bal blijft liggen. Izimat is hem kwijt. En Prošević nu wel met een serieuze kans. Hij maakt alleen geen contact met de bal. Luc de Jong maakt zijn opwachting in de tweede helft als vervanger van Steven Bergwijn. Dat pakte toch niet helemaal uit zoals Cocu van tevoren bedacht had. Floranus. Schot uit de tweede lijn is niet helemaal zo gek gedaan. Eerste doelpoging van de tweede helft komt dus van de Spartaan. Bal in de richting van De Jong. De Jong Locadia. Brunet. Scherp aangesneden. Goede bal van Brunet. Doelpunt PSV. Doelpunt Luc De Jong. Het is de 7e minuut van de tweede helft. Bij Sparta kijken ze terug naar scheidsrechter Mulder of De Jong daar niet in overtreding is ten opzichte van Fischer. Ja, die laat zich toch een beetje verschalken in dat duel met de aanvaller van PSV. Het gaat over en weer altijd in dat soort duels. De Jong is hier in ieder geval de slimste. Hier kunnen we het beter zien. Vasthouden, over en weer. En dan gaat Fischer erbij liggen en profiteert De Jong door die bal binnen te tikken. Lozano.
Lozano met een indrukwekkende versnelling. Nu richting Pereiro. Die stond te wachten, maar uitstekend gedaan door Veenhoven. Lozano opnieuw. Pereiro, Kortsmit. Op de lijn is dat toch echt een uitstekende doelman, die Kortsmit. Goeie reflexen. Kortsmit weer. Nu op de kopstoot van Van Ginkel. Van Ginkel. Ook de bal weer brengen eigenlijk. Van Ginkel, of gaat hij het helemaal zelf doen? Hij gaat het helemaal zelf doen. En hoe? Prachtige actie. Althans, die gelegenheid werd hem ook geboden, Van Ginkel. De bal aan de voet eigenlijk wandelend over de as van het veld. Niemand die hem aanpakt. En dan plaatst hij hem op de onderkant van de lat. En voorkomt Fischer dat de bal terechtkomt bij Lozano. Lozano veroverd. Is veel sneller dan Fischer. Die struikelt ook nog. Nou, nu De Jong helemaal vrij. Maar Lozano is ook gestruikeld. En dan eindigt het al, dit tumult, met een doeltrap. Fischer maakt het zichzelf daar al lastig. Lozano is weg. Fischer struikelt. En vervolgens glijdt Lozano toch echt zelf weg. Daar is het eindsignaal van scheidsrechter Mulder. En dan kun je rustig constateren dat PSV andermaal een moeizame wedstrijd gespeeld heeft. Maar dat ze die moeizame wedstrijd andermaal in winst weten om te zetten.